bisschop van Paramaribo, Karel Tjuni, heeft gisteren het certificaat opnamearchief Petrus Donders in het UNESCO MOLAC-register in ontvangst genomen. De overhandiging vond plaats in het bisdom van Paramaribo aan de Henk Aronstraat. MOLAC Memory of the World voor Latijns-Amerikaanse en Caribische regio is een toonaangevend programma van de UNESCO. Het programma heeft als doel het bewaren en toegankelijk maken van waardevolle archiefstukken en museumcollecties wereldwijd. Dit is een van de initiatieven van de UNESCO voor het beschermen van het wereldcultureel erfgoed. Het archief van het RK-bisdom Paramaribo heeft met de archieven van pater Petrus Donders een plek op de UNESCO-lijst veroverd. Rita Chinfu Harjo Mohamed, voorzitter van regionaal comité UNESCO, geeft aan dat dit erfgoed van regionaal belang is omdat het de wijze aangeeft waarop Petrus Donders sympathie, geestelijk en medische zorg gaf aan de zieke mens. Rita Chinfu, voorzitter regionaal comité UNESCO. Volgens Karel Tjuni, bisschop van Paramaribo, is het voor het archief van het bisdom een eer om deze waardering en erkenning in ontvangst te nemen. In het bijzonder de mensen die lijden aan Hansen, aan de ziekte van Hansen. En het kan eigenlijk beschouwd worden als een erkenning en aanmoediging om het behoud van het religieus erfgoed te conserveren en ook wel toegankelijk te maken voor het publiek. Niet alleen maar archiefstukken over gebeurtenissen in Suriname, over immigratie, over slavernij, over politieke gebeurtenissen, maar waar we nu ook aandacht aan moeten schenken is het religieus erfgoed. Vandaar dat ik ook heb genoemd het IBG-archief, waar ze ook wel belangrijke archieven beheren. Het verschaf ons dus een beeld van de medische en de geestelijke zorg in de regio in de periode van de 19e eeuw. En daarom vindt de UNESCO Memory of the World dat het archief van Petrus Donders belangrijk genoeg is om opgenomen te worden in het regionaal register. Dat was Rita Chinfu, voorzitter regionaal comité UNESCO. Volgens Karel Tjuni, bisschop van Paramaribo, is het voor het archief van het bisdom een eer om deze waardering en erkenning in ontvangst te nemen. Op de eerste plaats mijn hartgrondige dank voor uw inzet om deze nominatie voor ons te begeleiden en ervoor te zorgen dat het nu op de werelderfgoedlijst van de UNESCO is gekomen. Petrus Donders krijgt hiermee bekendheid in onze regio en in Latijns-Amerika. Dank ook aan Monsignor de Becker, die het belang van de archieven heeft ingezien en die zich heeft ingezet dat er een modern gebouw kwam voor het bisdom. Want het is een grote zorg om het vergankelijk materiaal te bewaren, te conserveren en toegankelijk te maken. Karel Tjuni, bisschop van Paramaribo. Hij sprak zijn dank uit tijdens het in ontvangst nemen van het certificaat opnamearchief Petrus Donders in het UNESCO MACLO-register, gisteren in het bisdom van Paramaribo. Pater Petrus Donders was een Rooms-Katholieke priester die een zeer belangrijke persoon voor de Rooms-Katholieken en de Melaatsen in Suriname was.